zich daarin hebt vertegenwoordigd. Er liggen hier allerlei dingen, daar ook. Die zijn niet aan mij om uit te reiken, maar ik wil wel jullie allemaal even de hand geven, want wij hebben hier nog iets liggen en dat krijg je van ons mee. Elf buitengewoon opsporingsambtenaren, BOA's, die bij Stadstoezicht BV werkten, zijn donderdag in dienst bij de gemeente Almelo gekomen. Erik Litooi, directeur van Stadstoezicht, droeg zijn personeel tijdens een korte ceremonie over aan burgemeester Arjen Gerritsen. Maar we hebben een kleine modificatie op het uniform aangebracht door daar vanaf 1 januari ook de gemeente Almelo op zichtbaar te maken. En dat geldt ook voor de epaulet. Hartstikke mooi. Ja, dank u wel. Welkom, welkom. Ja, dank je wel. Ja, dank je wel. Hartelijk bedankt. Ja. Okay. Hebben we bloemen ja. bij? Ja, zeker. Ja? Dank je wel. Ja, dank u wel. Maar daarmee bent u vanaf 1 januari bij de gemeente Almelo. Oké. Okay. Van harte welkom en heel veel succes. Ja, dank je wel. Nee, politie die heeft prioriteiten en die komt aan zaken voor de leefbaarheid van de stad niet meer aan toe. Daarom zijn er nu BOA's en er zijn 5 domeinen. Ik werk in domein 1, dat heeft met de leefbaarheid te maken. Maar de mensen van milieu zijn ook BOA's. Dus het zijn allemaal buitengewoon opsporingsambtenaren. En iedereen heeft volgens de domeinlijst, weet ze wat zijn zaken ze mogen aanpakken. Of tenminste voor handhaven, bekeuren. De BOA's zijn nu in gemeentelijke dienst, niet meer bij Stadstoezicht. Wat is de reden eigenlijk dat ze in gemeentelijke dienst gekomen zijn? Hun taak is toch niet anders? Nee, hun taak blijft feitelijk exact hetzelfde. Het blijven buitengewoon opsporingsambtenaren die voor de handhaving van allerlei leefbaarheidsvraagstukken op de straat, maar ook voor allerlei parkeervraagstukken en parkeerovertredingen op straat regels handhaven. Dat niet alleen, ook met mensen in gesprek gaan om conflicten op te lossen, om ervoor te zorgen dat het fijn wonen, leven en werken is in onze mooie stad. Dat blijft hetzelfde, maar hun aansturing verandert wel een klein beetje. Stadstoezicht BV is eigenlijk een bedrijf buiten de gemeente en de BOA's, de handhaving, de toezichthouders komen nu in dienst van de gemeente en zijn daardoor makkelijker en ook beter aan te sturen met de medewerkers in samenwerking met de gemeente medewerkers binnen.